Nee, ik ben, zometeen ben ik gewoon weer iets anders aan het doen. Hallo. Ander werk, ja. Ik ben nog een hele tijd in Groningen. Ja, maar ik heb meer te doen, meneer Rutte, op zo'n dag. Moet je erbij zijn? Nee, ik heb meer te doen. Sorry. Ja. Okay, dus dat... veel plezier in Groningen. Heb je een beetje zin in? Nee. Mark Rutte komt. Nou. De minister-president. Ja, zo wat. Een bijzondere dag hier in Appingedam, toch? Nou, ik dacht het niet. Met die gaswinning? Ja, dat snap ik. Nou. Ja. En wie is daar schuld aan dan? Maar u staat hier wel. Ja, omdat ik belangstelling. Voor de sloop. Ja. Maar niet voor Rutte, hoor. En dan komt Mark Rutte nu zo meteen hier kijken hoe goed het gaat. Hoe kijkt u dan daar tegenaan? Nou, een beetje... Ja, ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Wij wachten hier met een aantal inwoners... van deze wijk, de wijk op Wierde Zuid in Appingedam, op de aankomst van, goedemorgen, van minister-president Mark Rutte, die hier een locatiebezoek gaat doen. Je kunt een woning aardbevingbestendig maken door een meter laten bewegen. Andere manier is door te overdimensioneren. We gaan even terug naar het woord overdimensioneren, want nu steppen alle kijkers weg. Leg het nog even goed uit aan de mensen wat, in de camera, wat is overdimensioneren in één zin? Dat is de camera. Je maakt het zwaarder dan. Dat is de camera. Je maakt het zwaarder dan het uitgerekend is. En waarom zou je dat doen? Om het aardbeving bestendig te maken. Oh ja. U woont dus daar. Daar kijken we tegenaan nu, hè? Daar kijken we tegenaan. Kunnen we uw huis ook ontwaren? Ja, daar met die gele gordijnen, de tweede huis. U heeft de gordijnen nog gesloten. Dit hier gaat allemaal. Dit is nu al plat. Ja, dit is nu plat, ja. De wijk voor ons gaat helemaal plat. Ja. En wij weten helemaal niks. De heer Rutte komt hier zo meteen. Gaat u hem dan iets toeschreeuwen? Nou, niet schreeuwen, maar ik denk als ik met hem in gesprek kan komen, als de mogelijkheid er is, ja, dan wel. Maar... Oh, is daar trein op gedraaid? Dit is een... Weird. Meneer Rutte. Ja, goedemorgen. Dappel van het Noorden, goeiedag. U bent in Appingedam, welkom. Dank je in Groningen. Dank je wel. U gaat kijken hier naar de nieuwbouw die opgebouwd wordt. Hoe kijkt u nu tegen dit project aan? Nou ja, dat het een begeetje begint te beginnen nu. Ja. Dat is wel een keer mooi dan, hè? Maar het gaat zo traag allemaal. We zijn zo lang bezig. Zei meneer net tegen mij dat bijvoorbeeld die straat daar, die blijft staan. De straten erachter worden gesloopt. Dit is al gesloopt. En die meneer weet niet waar hij aan toe is. Hoe kan? Dat is die meneer over wie ik het had, ja, trouwens. Ja. Ja. Even geen hand, doet even zo. Ja, sorry. En ja. Ik vind het echt heel raar dat je niks hoort. Dat deze wijk gewoon helemaal plat gaat. Ja. En het schijnt dat vijvertje daar waarschijnlijk dan alles dempt of zo. Alle aardbevingen. Ja. Dat lijkt me. Nou goed, ik ben geen deskundige, maar, nee, dat, maar dat is ligt heel niet raar. Zo erg voor de hand, lijkt me. Ja, maar dat is heel raar. Ja. En daar ben ik. Wat wel merken, dat is denk ik een lijn die al wel eerder is ingezet, is dat het toch voornamelijk wordt benoemd hoe erg is, hoe zorgelijk het is. Dat zal allemaal wel, maar alleen maar benoemen dat het te traag gaat, lost het feit dat het traag gaat natuurlijk niet op. Hij gaat lopen. Dus meneer die heeft net gekeken naar zijn huis die gesloopt werd. Dus het huis dat nu gesloopt wordt is het huis van de meneer die voor jou in de rolstoel zit. Matthijs, jawel. En de huizen worden dus gasloos gebouwd. En daar gaat het nu over. En we lopen ergens heen en we lopen er allemaal achteraan. Maar we weten niet waar we uitkomen. Het zou fijn zijn als daar wel koffie is en een boterkoek of zo. Ja, tot ziens, dag. Nee, ik ben zo meteen gewoon weer iets anders aan het doen. Hallo. Ander werk, ja. Ik ben nog een hele tijd in Groningen. Ja, maar ik heb meer te doen, meneer Rutte, op zo'n dag. Moet je erbij zijn? Nee, ik heb meer te doen, sorry. Ja. Okay, dus veel plezier in Groningen verder. Ja, ja. Er zijn nog weer, toch nog belangrijkere zaken dan de minister-president in het leven. Ik kan me niet voorstellen. Ik ga hierover nadenken. Ja, doe dat maar vooral, ja. Tot ziens, dag. Tot ziens. We moeten ook gewoon andere dingen doen, dames en heren.